Ik heb dit even gekocht. Ze zijn mezelf helemaal gek te maken, maar opeens een soort angst voor de longeerzweep. De hippische ondernemer van het jaar wordt daaruit gekozen. Neem ons mee, hoe gaat het allemaal in zijn werk? Ik vind dan wel, dan moet je gewoon voor de veiligheid kiezen. Ken je dat gevoel? Eventueel als je iets van een ondernemer bent, of in ieder geval iets van een hobby hebt waarvoor je spullen moet kopen en dan heel erg blij bent met die spullen en als investering kan zien. Vervolgens heb je alles wat je nodig hebt, waardoor je eigenlijk alweer jarenlang niks echt hebt moeten kopen. En dan begint dat te borrelen van, ik wil een keer weer wat kopen. Gewoon om die innerlijke endorfine, zo noem je dat toch, weer even te stimuleren. Ik heb dit even gekocht. Oh. Dit wilde ik echt al zo lang hebben. Op zich, mijn huidige telefoon is nog niet eens zo extreem oud. Hij wordt in september is hij 3 jaar oud. Maar ik ging vooral, het is een 11, tegenaan lopen dat het geheugen, dat het gewoon niet zoveel is. Ik had voor deze telefoon, de 8, had ik een 256 gig en dat kreeg ik echt niet vol. Dus toen dacht ik, oh, dan kan ik nu wel 128 gig. Nou, dat zat binnen een maand vol op een of andere manier. En dat heb ik nu al bijna 3 jaar loop ik daarmee te struggelen. Met dat achterlijke geheugen. En alle manieren om het geheugen vrijer te maken wil ik allemaal niet. Dus ik heb nu de 13 Pro gekocht. Met 1 terabyte aan geheugen. Zodat ik de komende tijd vooruit kan. Ik heb expres niet de 14 gekocht. Want die vond ik duurder. En ik heb ook geen zin gehad om tot september te wachten tot de 15 uitkomt. En ik wilde heel graag de Pro hebben, want Nook heeft de Pro en Luna had ook afgelopen weekend dan haar Pro mee. En die maken gewoon zulke mooie foto's, dat ik zoiets heb, hallo, ik ben hier de influencer. Ik moet mooie foto's kunnen maken, met mijn telefoon het liefste. Zo, ik heb ook spiegelreflex daar liggen, maar telefoon is een stukje makkelijker. Dus ik wilde dit echt al zo lang en ik heb me zo lang ook ervan weerhouden, maar nu was het tijd. En nu ga ik mijn nieuwe telefoon, ik ga hem niet unboxen met jullie, die YouTuber ben ik niet. Oh, oké, een klein beetje unboxen. Wat ziet hij er toch prachtig uit. Er komen vandaag als het goed is ook nog 2 hoesjes binnen. In het goud weer, mijn oude kleurtje. Ik had vroeger altijd gouden telefoons. Oh, zo ontzettend mooi. Deze er vanaf. Love it. En het voordeel is dat ik hem natuurlijk zakelijk kan kopen, dus kan ik weer BTW terugvragen. Oh, zo mooi. Zo mooi. Als je hem dan vergelijkt. Nou, deze is net ietsjes kleiner. En deze is natuurlijk meer vierkant dan deze. Deze is rond. Oh, zo erg blij hiermee. Oké, ik ga hem lekker installeren op mijn gemakje. En ik rijd straks even langs de Turk om er een beschermfolietje aan de voorkant op te zetten. En deze heb ik ook gekocht. Dit is een nieuwe externe harde schijf. Samsung Portable SSD T7 Shield van ook 1 terabyte. Want dit is nu mijn harde schijf. En die is ook 1 terabyte. En in theorie werkt die prima. Alleen met een, die heeft gewoon een normale USB ingang. En deze heeft een USB-C ingang. En alles met USB-C dat gaat sneller. En als ik nu soms iets wil overzetten, dan doet hij er gewoon bijna een minuut per gig over. Dus als ik een beetje lekker heb gefilmd en ik heb voor 60 gig aan beelden, dan doet hij gewoon een uur over het overzetten. Dus dan kan ik echt, moet ik gewoon nadenken van oké, ik ga eerst de beelden op mijn laptop zetten. Dan ga ik douchen of dan ga ik de paarden doen, weet je wel. In plaats van dat ik denk, oh, ik ga beelden erop zetten en dan ga ik gelijk beginnen met editen. Moet ik zoveel rekening houden met dingen. En als het je werk is, is het natuurlijk wel, wil je het gewoon zo goed en zo snel mogelijk allemaal hebben. Dus ik had even aan Alike gevraagd, want die heeft er wel veel verstand van. Wat een beetje een fijn dingetje was. En zij hadden deze aan. Dus ook erg blij met deze. Oh, dit mesje valt trouwens mooi bij elkaar. Maar dit valt onder goud en dit valt onder mesje. Dus misschien, nou, ik vind dat best wel mooi bij elkaar. Niet dat dit iets met elkaar te maken heeft. Want ik gebruik hem niet aan mijn telefoon. Maar mijn laptop. Oké, ik ben hier erg blij mee. Ik ga het allemaal even lekker installeren. Eventjes later. En daar is die. Oh, ik ben zo blij met hem. Ik heb net allemaal foto's gemaakt. En word hier erg gelukkig van. Ik heb hem dus toch met dit hoesje gedaan. Ik ben net even naar de winkel gereden om zo'n beschermdingetje voor op je glas te doen. Dat vind ik altijd fijner als iemand anders dat voor me doet dan dat ik het zelf ga doen. Dus helemaal happy mee. Ik ga nu eventjes Mar logeren en misschien Nartje ook eventjes logeren. Als Mar namelijk nog steeds goed loopt, dan wil ik het gewoon eventjes
Ik weet niet wat ik met mezelf heb, maar ik ben hem echt weer kreupel aan het kijken. Terwijl Noek met hem van de week op buitenrit is geweest en zij zegt, oh ja, hij loopt gewoon hartstikke goed. Dus en het is niet alsof ik hem kreupel heb gezien hoor, maar weer gewoon dat extreem voorzichtige zit weer in mij. Net zoals in het begin van de revalidatie. Dat ik niet een stapje verder durf te gaan of dat ik hem niet echt aan het werk durf te zetten omdat ik te bang ben dat er iets is of zo. Omdat hij natuurlijk linksvoor echt alweer bijna een maand geleden niet helemaal goed liep. Dus ja, er zit gewoon even weer zo'n blokkade in mij dat ik dan niet durf te gaan trainen met hem. Terwijl hij gewoon goed loopt de afgelopen weken. Dus ik wil eigenlijk met mezelf afspreken, als hij nu weer nog steeds goed loopt met longeren, dan gaan we morgen lekker mennen, want mijn zus en mijn moeder zijn hier dus. En dan ga ik hem daarna ook gewoon lekker weer oppakken, alsof er niks gebeurd is. En nou ja, of er niks gebeurt is natuurlijk wel opbouwend, maar niet meer de hele tijd maar zo blind staren op kreupel lopen en zo. En wellicht doe ik Nudge eventjes longeren, want die heeft natuurlijk best wel wat drukke dagen gehad. En hij gaat ook wat drukke dagen tegemoet, dus hij heeft nu even 2 dagen vrijgekregen. Ik denk dat ik hem gewoon heel eventjes aan het halstertje gewoon lekker laat longeren. Gewoon even een beetje soort van beentjes trekken. En dan doe ik hem, denk ik, zaterdag eventjes rijden. En dan gaat hij maandag dus alweer mee naar de opleiding. Ja, dat is het plan. Dus ik ga hem maar even pakken. Nummer 1 die is geweest. Gaan we nog alleen eventjes uitstappen op het harde. De eerste paar rondjes zat ik mezelf echt weer gek te maken met linksachter nu in één keer. Echt, het gaat van rechtsachter naar linksvoor naar linksachter. Maar het, ja... Eigenlijk zag je ook gewoon weer niks. Ik zit mezelf helemaal gek te maken. Maar misschien ga ik gewoon tussen nu en een maand even terug naar de kliniek. Om te kijken wat zij ervan vinden. Of ze hem verbeters vinden. Of dat ze ook toch iets zien. En nog een keer een echo van het SI te maken. Dat wilden we natuurlijk sowieso een keer doen. Eigenlijk voordat we gingen springen. Nou, ik vind nog niet echt dat we toe zijn aan springen. Maar misschien is het wel eens goed om gewoon even een herhaalbezoekje te doen om te kijken wat de dierenarts er zelf van vindt. Excuus, ik had niet meer gefilmd. Maar ik heb net ook eventjes gelongeerd. En hij deed het eigenlijk best wel braaf. Ik had gewoon met kaptoompje gedaan. Even geprobeerd de ontspanning op te zoeken. En dat ging best wel goed eigenlijk. Ik heb dus een soort van ontdekt waarom dat heel vaak met longeren heel irritant is. Hij krijgt dan op een of andere manier opeens een soort angst voor de longeerzweep. Dus in het begin is er niks aan de hand als ik met de longeerzweep ga. En dan in één keer vindt hij hem doodeng. En dan ga ik hem desensibiliseren. En dan gaat het op zich wel weer. En dan 5 minuten later vindt hij hem weer doodeng. Dus ja, ik kan ook hier wel een soort van dat gevecht met hem aangaan. Om te laten zien dat die longeerzweep niet eng is. Want ik raak hem eenmaal niet ermee aan. Het is natuurlijk meer gewoon een verlenging van je arm. Maar het verpest echt onze trainingen elke keer gewoon. En theorie heeft die longeerzweep ook niet nodig. Want ik kan het ook gewoon met het uiteinde van het touwtje doen. En hij loopt uit zichzelf toch al wel door. Ik moet hem eigenlijk eerder juist remmen. Zodat hij in de balans kan lopen. In plaats van dat hij van het achterbeen af gaat lopen. Maar moet ik echt aanslingeren, dus dan heb ik die zweep even nodig. Zelfs om hem soms even zo van achter een klein tikje te geven. Van kom op, maar ik kan wel doorlopen. Dus ik longeer gewoon tegenwoordig maar zonder longeerzweep. Ja, als dat de oplossing is, dan is het eigenlijk best wel simpel gewoon, toch? Morning, het is vandaag vrijdag. Ik sta weer met mijn trailer bij Voskamp. Ja, eigenlijk gewoon om even mijn banden te laten checken. Omdat ik maandag weer een lange rit moet. Niet zo lang als afgelopen week. Maar ik stond natuurlijk met een kapotte band langs de snelweg. En ik wil eigenlijk graag eventjes mijn andere 3 banden nagekeken hebben. Kans is aanwezig dat ze alle 3 vervangen moeten worden. Niet omdat ze versleten zijn, maar door dat karkasgedoe wat vaak bij aanhangers voorkomt. Dat gaan ze even maar even checken. Echt super stom natuurlijk dat ik voordat we naar de verloren senior gingen mijn menwagen heb gedaan. En gezegd, nou de trailer doen we al in september en dan zal je zien dat ik met de trailer precies pech heb. Dus ik ga hem hier zo achterlaten. Ik ga even naar binnen lopen en dan ga ik gelijk door. Want ik moet ook weer ergens anders heen. Ik ben aangekomen op locatie. We gaan hier weer even een leuk stukje filmen voor Eres Hogeschool voor de opleiding Hippische Bedrijfskunde. Zoals jullie wellicht nog weten ben ik een aantal weken, maanden geleden, zo weer 2 maanden geleden volgens mij, bij onder andere Veiling Dronten langs geweest. Dat was toen omdat studenten hun opdracht vanuit het derde jaar bij een extern bedrijf moeten uitvoeren. En zij deden dat toen bij de Veiling Dronten. En vandaag volg ik dus weer een student uit het derde jaar die haar opdracht dus bij een extern bedrijf moet uitvoeren. En zij doet dat bij Stichting HIP. Hippische innovatieve project. Ik moet het zo even precies hebben. Dat is eigenlijk een stichting die dus hippische ondernemers in een zonnetje zet. En daar dus ook een soort winnaar uit kiest. Dus de hippische ondernemer van het jaar wordt daaruit gekozen. En die wordt bekendgemaakt tijdens Horse Event. En de student die ik
straks aan jullie ga laten zien. Die mag dus alle interviews afnemen en die gaat bij alle bedrijven langs. En die, ja, die schotelt eigenlijk de jury alle informatie voor, waardoor dan de jury dus iemand kan gaan kiezen wie deze hippies ondernemer van het jaar gaat worden. Dus vandaag zijn we op een van de genomineerde bedrijven langs. Hier achter mij zie je het bordje al bij Ervenmijnders. Sorry, ik weet nog niet zo goed of ik het de Achterhoek of Twente mag noemen. Maar in ieder geval, het zit boven Enschede. Ervenmijnders is dus eten en drinken, spelen, natuur ontdekken, streekwinkel, manege en zorgboerderij. En volgens mij, vooral het zorgboerderijgedeelte, is waar het bij deze hippische ondernemer dus om gaat. Als ik het allemaal goed begreep, is dat het huis hebben slaapplekken voor 12 personen. En ze hebben dus een manege erbij zitten. Hier heb je een hele mooie buitenbak. Nou, een mooie binnenbak waar net ook wat lessen bezig waren. Een restaurant, een winkeltje. En ik had ook begrepen dat ze volgens mij nog 21 appartementen of zo erbij wilden bouwen. Dus dat is natuurlijk echt super mooi en super gaaf dat ze dat allemaal willen gaan doen. Ik ga even Lisanne en Mireille zoeken. Want die zijn degene die jullie vandaag meer kunnen vertellen over wat de hippische ondernemer van het jaar nou eigenlijk inhoudt. Ik heb Lisanne en Mireille gevonden. Mireille, die staat hier in ieder geval naast mij. Lisanne, gaan we zo naartoe. Bekend gezicht, want we zijn bij jou geweest voor coaching toentertijd, hè? Ja, dat klopt. Was dat nou voor de... Ja, voor vorig jaar of nog van de serie voor Eres Hogeschool? Ja, en toen ging je kijken waar zijn de oud-studenten terechtgekomen. Precies. En toen kwam je bij mij op het erf pensioenstal en paardencoaching. Ja, kijk, klopt. Helemaal. Dus een beetje een bekend gezicht. Maar in dit geval heb je nu een andere rol. Ja. Want wil jij uitvertellen wat Stichting HIP precies is? Ja, zeker. Vanuit mijn rol als docent met de begeleiding met de studenten voor de coaching... ben ik dus betrokken bij de verkiezing van hippies ondernemer van het jaar. En de studenten mogen die opdracht uitvoeren. En die opdracht die doen ze dan voor een externe partij. Dus een keertje niet voor ons, voor school, maar juist voor een externe partij. Mm. En dat is de Stichting HIP in dit geval. En de Stichting HIP die is ontstaan vanuit Academy Bartels. En zij willen eigenlijk promoten dat de hippische sector wat meer... de kaart wordt gezet. En toen hebben ze een idee bedacht voor dus deze verkiezing. Ja. En de studenten mogen dus bij al die bedrijven langsgaan om die verkiezing, om al die interviews te gaan doen. En waar moet zo'n bedrijf aan voldoen om... Ja, we hebben meerdere eisen natuurlijk. Het is heel belangrijk dat ze kijken voor het welzijn voor het paard, dat ze duurzaam zijn, dat ze leuke innovatieve ideeën hebben, dat ze zich echt op de kaart weten te zetten. Dat ze zich wel even onderscheiden van andere bedrijven. Ja, exact. Dat het niet het standaard bedrijf is inderdaad. Ja, ja. En nou hebben we dus vanuit de Stichting HIP hebben we dus een opdracht meegekregen en dat is een soort van format, maar daar zal Lisanne je waarschijnlijk alles over vertellen. En dan lopen ze dat door en dan gaan ze dat klaarmaken, zodat de jury dat kan bekijken. En de jury, die, daar zitten best wel wat vooraanstaande heren en dames in. En dat is gewoon heel leuk voor de studenten, omdat zij natuurlijk echt iets moeten neerleggen. Waar de jury kan zeggen, oh, dit is een mooi verslag en ik kan dat goed met elkaar vergelijken. En wie zijn dat soort mensen? Nou, bijvoorbeeld Ton Corbeau, dat is de hoofdredacteur van de Hippies Ondernemer en andere bladen. Mm-hmm. De voorzitter van het KWPN, Andries van Dalen. Zit ook uit het bedrijfsleven, in dit geval van de Universiteit van Utrecht. Okay. Dus eigenlijk is het een soort van mengelmoes van brancheverenigingen en het werkveld en de hoofdredacteur. Ja. Ja. En ik zeg het wel eens vaker, jongens, binnen denk ik heel veel vlakken, maar zeker binnen de hippische wereld is netwerk heel belangrijk. erg belangrijk. Dus als jij al in zo'n project eigenlijk al meedraaien en al die bedrijven langs gaat, maar ook met dat soort juryleden. Absoluut. En misschien dan straks op Horse Event natuurlijk je gezicht laat zien en je naam laat vallen en iets voor ze doet, absoluut. Dan heb je altijd een streepje voor. Zeker. En dat is dan heel erg fijn dat dat vanuit de opleiding kan. Ja, hoe gaaf is dat? Ja, toch? Dus nu is Lisanne is bij alle bedrijven langs geweest. Ja. Daar is dus een verslag van gemaakt. Ja. Jij gaat als een van de juries en met de rest van de juryleden daar dus een top 3 van maken. Klopt.
En die top 3 mag dan naar Horse Event komen, naar de ondernemersdag, dat is 15 september. Ja. En daar wordt dan de winnaar bekendgemaakt. Exact. En na de top 3 gaan ze nog een keer van de jury samen met de accountant van ABAP. Gaan zij nog kijken, zijn de bedrijven ook financieel gezond? Ja. En zijn het ook daadwerkelijke ondernemers voor eigen risico? Oké. Dus dat is wel een belangrijke. En dan gaan ze kijken, is het financieel gezond? Klopt het inderdaad? En dan mogen ze door naar de top 3, naar de verkiezing. Ja. Ja. Nou, spannend. Jazeker. Alright. Ik ga denk ik Lisanne even erbij halen. Ja, leuk. Ik ben benieuwd wat zij te zeggen heeft over het project. Ja, leuk. De zon schijnt lekker fel, maar we staan eventjes in de paddock bij allemaal lieve schattige paardjes die hier zo staan. En ik sta bij Lisanne. Lisanne, jij bent student, ja. Derdejaars, ja. En jij mag dit project gaan doen. Heb je er zelf voor gekozen? Of? Ja, ik heb er zelf voor gekozen. Ik wou altijd, ben wel benieuwd wat achter de schermen bij zo'n stal is. Ja, want neem ons mee. Hoe gaat het allemaal in zijn werk? Je geeft je op voor een PVB, proef van bekwaamheid. Dat doe je in het tweede jaar. Dat is iets wat je dan in het derde jaar uitvoert. Mm-hmm. Verschillende dingen. De een organiseert veiling dronten inderdaad. Ja. De ander gaat bij bedrijven langs om te kijken voor Stichting HIP, voor de verkiezing. HIP is ondernemer van het jaar. Mm-hmm. En dat leek mij heel interessant. En wat is jouw taak om hier zo te gaan doen? Ik ga langs de bedrijven met twee andere studenten. Gaan we de interviews afnemen. En die interviews gaan naar de jury. En de jury maakt dan een keuze tussen de bedrijven. Ja, en hoe is dat dan om langs al die bedrijven te gaan? Of leuk. Ja, ja, je komt langs hele verschillende bedrijven. Dus we hebben inderdaad een zorgboerderij tussen zitten. Er zat een mensschool tussen. We hebben gewoon grote sportbedrijven gehad. En dan aan jullie de taak om die interviews af te nemen. En wat zijn dan vragen die jullie stellen? Of, want die worden dan meegenomen, de antwoorden denk ik, in de criteria meegenomen. Ja, we vragen vooral naar je missie, je visie. Waarom ben je dit begonnen? En wat is jouw welzijnspunt? Hoe ga je met de paarden om? En natuurlijk, waarom ben jij de hippische ondernemer van het jaar? Waarom ben jij de hippische? Ondertussen wordt hier zo aan de andere kant wordt aan mijn mouw gezeten. Hè? Ja, want jullie zijn dus vandaag op een zorgboerderij. Hoe werkt dat dan? Moeten mensen of bedrijven zichzelf opgeven? Of worden ze door andere mensen genomineerd? Of? Beide kan je. Je kan je inderdaad zelf opgeven of je wordt genomineerd. Door of mensen die rondlopen of door een branchevereniging. Oké. En dan maken jullie een soort verslag, denk ik? Ja. Van de antwoorden van de vragen met bijbehorende foto's. Ja. En dan de jury gaat, dus onder andere Mireille, die gaat dat beoordelen. Ja. En wat is daarna jullie taak? Dat was eigenlijk voornamelijk onze taak. Ja, langs bedrijven verslagen opstellen. Ja. Ja. Dat was het voor ons eigenlijk. En hoe bevalt dat tot nu toe? Leuk. Ja, ja. Ik vind het heel leuk om te zien de verschillende bedrijven. Wat mensen hun visie nou is achter de hippische wereld. Ja. En hoe ze daarmee omgaan. En heb je nou nog het idee, want ik heb met Mireille net even kort gehad over het netwerk. Want ja, hè, dat is binnen de paarden best wel belangrijk eigenlijk. Ja. Heb je nu het idee dat je denkt, nou, als ik misschien na mijn opleiding, of dan heb ik daar wat aan. Misschien een bepaalde richting of zo. Oh, gezellig, we gaan wel lief tegen elkaar doen hier zo. Hè? Maar heb je zoiets van, nou, misschien heb ik al wat aan die connecties? Of... Nou, ik denk dat connecties altijd wel goed zijn in deze wereld. Ja, jongens. Gezellig. Zullen we gewoon even kalm doen met z'n allen hier zo? Ja, gezellig. En uiteindelijk wil jij straks gaan afstuderen. Waarom heb je eigenlijk voor de opleiding gekozen? Ik wil heel graag iets paardgericht studeren. En economie was altijd mijn ding op de middelbare. Mm-hmm. Dus ik, nou ja, het is voor mij de perfecte combinatie. Ja. Weet je al wat je hierna wil gaan doen? Nee, ik heb nog geen idee. Maar goed, je zit nu in je derde jaar. Ja. Ja, die is nu afgelopen, die is denk nu ik, afgelopen, toch? Ja. Ja. Je gaat naar het vierde jaar. Ja. En wat ga je in het vierde jaar doen? Ik heb 2 minoren en anderhalf jaar ga ik afstuderen. Spannend. Maar ik heb nog geen plek. Nou. Nee. Nou, helemaal leuk. Succes in ieder geval. Dankjewel. En we gaan nog eventjes kijken bij van de eigenaresse van dit van de zorgboerderij. Even kijken hoe zij het ook allemaal ervaren heeft. Ik sta hier nu bij Ellen, je bent de eigenaresse van, of kan ik het zo zeggen, eigenaresse van de zorgboerderij? Ja.
klopt. Kijk, ja. Heb jij jezelf opgegeven of je eigen bedrijf opgegeven of ben je genomineerd? Nee, wij zijn door iemand opgegeven en wij weten eigenlijk nog steeds niet wie. Dus ja, het was een verrassing voor ons. Maar je dacht wel, dit is wel leuk, dit willen we wel gaan doen. Nou, ik dacht eerst eigenlijk van, goh, zijn wij wel een hippies ondernemer? Want dat was eigenlijk de eerste vraag, want het was natuurlijk voor de hippies ondernemer. Toen dachten we, ja, zijn wij dat eigenlijk wel, ja of nee? Nou ja, even wat navraag gedaan en uiteindelijk vond in ieder geval de stichting wel dat wij daar dan meer konden doen. Dus we dachten, laat maar zien hoe het gaat. En hoe gaat zo'n traject dan? Wat moest er daarna gebeuren? Nou, wij kregen dus een mailtje dat wij dus waren voorgedragen. En dan kreeg je eigenlijk de vraag van, wil je überhaupt meedoen? Mm-hmm. Dus dan moet je je inschrijven. Nou, dat hebben we dan gedaan na navraag. En dan komen de studenten van de hogeschool komen een interview houden. En die maken dan een verslag daarvan. En vanuit al die bezoeken die ze doen, de jury kiest er dan 3 uit die vervolgens doorgaan naar de laatste 3. En wat denk je dat binnen jullie bedrijf echt natuurlijk iets is waardoor jullie kans maken, hè, op die eerste plek? Ja, wij zijn natuurlijk een totaal ander concept als een gemiddeld hippies bedrijf, denk ik. Tenminste, ik ben niet sec manege en ik ben ook niet sec de zorginstelling. Dus het is eigenlijk, en dat is ook altijd mijn visie geweest, het is de combinatie van het hele bedrijf. Ja. En wij vinden het belangrijk voor onze bewoners dat er een bedrijfsmatige activiteit is. En op deze locatie is dat de bedrijfsmatige activiteit. Ja. En wij zeggen ook, zonder de zorg is er geen manege, maar zonder de manege is er ook geen zorg. Ja. Dus het is gewoon de combinatie. En ik denk wel dat dat maakt dat dit een keer wat anders is dan de gemiddelde pensioenstal. Of, ik heb nog even gekeken in het randje wat het allemaal was. Ja, dat zijn wel echt sec hippische ondernemers. Dat is echt wel wat anders. Ja. Ja. En hoe beviel het voor jullie om met studenten samen te werken? Ja, dat vind ik altijd heel leuk. Maar dat vind ik sowieso heel leuk. Wij doen dat hier ook wel veel, zeg maar. Ook wel verschillende stages en leerlingen die hier komen. En ook wel bedrijfsbezoeken van studenten van verschillende scholen. Dus dat vind ik ook wel belangrijk. Ja, ja, heel erg leuk. Ja. Nou, dankjewel en heel veel succes. Dankjewel. Ik heb nog even een rondje over het erf gelopen om wat sfeerbeelden voor jullie te maken. Maar ik vind het een hartstikke mooi bedrijf ook dat dit genomineerd is natuurlijk voor de hippische ondernemer van het jaarverkiezing. En natuurlijk heel erg leuk dat hier dus hippische bedrijfskundestudenten aan meewerken. Ja hoor. We proberen natuurlijk te laten zien dat hippische bedrijfskunde is natuurlijk, heel simpel verteld, paardenbedrijfskunde. Maar het is natuurlijk niet echt een paardenopleiding. Het is een bedrijfskundige opleiding. Dus je leert alles wat met bedrijfskunde te maken heeft. Maar er zit gewoon op heel veel dingen een paardensausje. En natuurlijk leer je ook wel wat dingen over en rondom de paarden. Maar dit is natuurlijk wel een van de voorbeelden dat je gewoon in het bedrijfsleven bezig bent. Of met zo'n award iets bezig bent. Maar dat het allemaal om paardenbedrijven gaat. En dat maakt het natuurlijk allemaal veel leuker. Mocht je meer informatie over de opleiding willen, zal ik even een linkje hieronder in de beschrijving achterlaten. Het is natuurlijk nu zomervakantie, dus de eerste open dag zal nog wel eventjes duren. Maar mocht jij nog een hbo-opleiding willen zoeken, dan is een hippische bedrijfskunde in ieder geval altijd aan te raden. Want ik heb hem natuurlijk zelf ook gedaan en ik ben er heel erg tevreden over geweest. Deze kip zit echt naar mijn auto te kijken. Alsof ik in de weg sta. En alsof hij er elk moment op wil gaan springen. Waar ben je? Oh, ga je nu plat liggen? Kijk, ze wilde zo naar boven te kijken. Zo van, kan ik hier opspringen? Hij zat zelfs naar de trailer te kijken net. Raar dier. Maar goed, goedemorgen. Het is zaterdag. Ik heb mijn trailer net opgehaald. Want die heeft vannacht bij Voskamp gestaan. Want ik heb hem gisteren dan gebracht. Om het even te hebben over die banden. Want ik ga dan na het weekend weer met Nartje weer ver weg. Wellicht die week daarna met Mar ver weg. En een maand daarna met Nartje weer ver weg. Dus ik wilde natuurlijk graag mijn andere 3 banden. Nadat de eentje niet geklapt is. Ik weet niet hoe je het precies noemt. Ja, de een noemt het een karkasbreuk. De ander noemt het een canvasbreuk. Het komt waarschijnlijk op hetzelfde neer. Oh, kijk nou. Hij zit er inderdaad op nu. Wat doe jij nou daar? Is dat een lekker plekje? Ga jij daar kijken of je daar een ei kan leggen? Je bent best wel een beetje raar eigenlijk als je zo doet. Oh, even. Oké. Kijk uit. Balans. Oh, ja. En we gaan er vanaf. Oké, nou ja. Ik had dus gevraagd of ze even die andere 3 banden willen nakijken.
Ik kreeg trouwens al wat vragen van hoe kan je zoiets voorkomen. Nou, mijn banden kwamen uit 2017. Het waren dus de originele banden toen ik de trailer nieuw kocht. Dus op zich, qua leeftijd, waren ze wel redelijk toe aan vervanging. Maar qua hoe ze eruit zagen, konden ze nog wel eventueel een jaar mee. De eerste droogtescheurtjes zaten er al in. Dus hij kon niet garanderen dat ik aankomend jaar niet nog iets zoiets ga krijgen. Wat onder andere zo'n canvasbreuk kan veroorzaken, dat is ook lastig te zeggen. Maar wat bijvoorbeeld zou kunnen is dat je een keer een stoeprandje hebt geraakt en daardoor vervorming in die band ontstaat. Ik weet dat ik wel een keer een stoeprandje geraakt heb. Ik moet zeggen dat het alweer echt een jaar geleden is of zo. Dus je kan het nooit met zekerheid zeggen. Nou, toen was het dus de optie van oké, of we gaan dus de banden niet vervangen. Maar ja, dan heb je 1 nieuwe band erop en 3 oude banden. Dat is niet helemaal ideaal, maar het kan. En dan nog een jaar ermee doorrijden en dan die andere 3 vervangen. Het enige is dat zij andere soort banden hebben dan de band die de ANWB aan mij heeft gegeven. Dus dan heb je dus alsnog andere banden. Of 4 nieuwe banden erop laten zetten en dan die ene als reserveband houden. Nou, ik heb er even over nagedacht, want ik had aan de ene kant zoiets van ja, weet je, je kan ook wel gewoon weer eventjes mee doorrijden. Maar aan de andere kant wil je gewoon niet nog een keer eigenlijk zoiets meemaken. Nu is het nog een soort van goed afgelopen omdat het in de buurt van een tankstation was. Maar of het nou Mar of Natchi erop staat, waar je ook bent, kijk, als het hier in de buurt is, dan maakt het misschien wel minder uit. Maar je wil eigenlijk gewoon zoiets niet nog een keer meemaken. En wat ik zeg, het kan natuurlijk ook anders aflopen. Dus ik vind dan wel, dan moet je gewoon voor de veiligheid kiezen. Dus ik heb ervoor gezorgd en tegen ze gezegd, nou doe dan maar gewoon 4 nieuwe banden eronder. Weet er gewoon 100% zeker dat er gewoon goede nieuwe banden onder zitten die je als het goed is weer heel lang mee kunnen gaan. De kans veel kleiner is dat je weer zoiets gaat krijgen. En dan hebben we dus die ene, hebben ze ervan afgehaald. En die ga ik dan houden als reserveband. Omdat mijn trailer dus geen reserveband heeft. Kijk, die ligt dus gewoon hier zo in de trailer. Mijn trailer heeft geen reserveband. Mijn oude trailer had hem aan de zijkant zitten. Dat gebeurt wel eens. Soms wordt hij ook wel eens hier aan de voorkant vastgemaakt. Dus we hebben er wel over nagedacht om hem misschien ergens vast te maken. Maar hij wordt ook wel eens aan de onderkant wordt hij vastgemaakt. Maar hij zei ja, aan de zijkant is het natuurlijk niet zo mooi bij deze trailer. Aan de voorkant weet ik eigenlijk ook niet of dat echt kan. Aan de onderkant was volgens mij ook niet heel veel ruimte. Dus ze gingen daar nog over nadenken. Wat zou kunnen is dat je hem gewoon in de zadelkamer legt, maar liever heb ik dat eigenlijk niet, omdat ik vind dat daar te weinig ruimte voor is als in. Ik vind hem al niet extreem grote zadelkamer. Hij is prima, maar soms als je met 2 paarden weggaat en met spullen van 2 paarden, dan is het echt al een beetje proppen. Dus als ik dan ook nog een band erin kwijt moet, dat zou ik niet zo fijn vinden. Wat je dan nog het beste zou kunnen doen is de band hier zo leggen, maar ik denk trouwens dat dat niet eens past. Deze lengte. Dus dan zou je hem hier moeten doen. Maar dat is best wel irritant als je dan ook nog zadels erin zou moeten. Dus dat is gewoon een beetje lastig. Wat je ook zou kunnen doen is hem in je auto leggen. Wij hebben al een reservewiel in de auto liggen. Maar dan van de auto zelf. Dus dan zou je moeten besluiten. Kijk, daaronder ligt er eentje. Dat je bijvoorbeeld die van je auto dan eruit haalt. En die van de trailer erin legt. Dan krijg je dan pech met je auto. Heb je die band dan natuurlijk weer niet bij je. Dus daar gaan we nog even over nadenken of dat handig is. Maar voor nu heb je in ieder geval een volledig setje nieuwe banden. Kunnen we weer een aantal jaar vooruit. En ik heb een reservewiel die ik ergens kwijt moet kunnen. Maar goed, ik weet nog niet zo goed waar we hem dus gaan laten. Nou, Jamie die is alvast bezig met Martje poetsen. Want mijn zus en mijn moeder zijn natuurlijk hier deze dagen. Ze gaan vandaag weer naar huis. Ik heb geen idee wat ik aan doen. Ik is ook echt zo'n baan aan het worden. Wat heb je allemaal gedaan? Ik heb eerst met een harde borstel gedaan. Toen zeg maar 8 keer met een zachte borstel. Want ze waren allemaal even zacht in mijn idee. Ik heb wel eens hoeven gekrapt. Echt? Heb je zoveel gekrapt? Ja, ja, ja. Wauw. Ja, want Jamie heeft op zich vroeger ook paard gereden. Ja, dus alleen even geleden. Ja, ze heeft vroeger, we hebben sowieso samen al het paard gereden. Toen we kind waren. En toen ik Magic mijn verzorgpony had, had Jamie Timeless als verzorgd paard. Ja. En toen is Jamie gestopt. Ja. En nooit meer verder gegaan. En ik wel, hè Martje? Ja. Dus ik dacht, misschien is het dan leuk om nu eventjes te gaan mennen. We gaan gewoon lekker op het harde blijven. Een rondje door Loenen wilde ik eigenlijk gaan. En mijn moeder zou eigenlijk ook meegaan, maar die voelt zich niet zo lekker. Dus die blijft thuis. En Anne gaat mee, want Anne is vandaag aan het werk hier zo. En Anne is eigenlijk ook nog nooit mee geweest op de menwagen. En omdat we dus een rondje door Loenen heen gaan, dus veel meer verkeer gaan tegenkomen. En Mar is in theorie natuurlijk hartstikke verkeersmak. Maar het is toch ook wel even anders met een menwagen. Dus ik vind het wel fijn om dan een extra persoon bij te hebben. Dat als er even een spannende situatie voor komt, dat zij er heel makkelijk af kan springen. En even langs Mar kan gaan lopen. En op zich, Anne weegt ook niet zo heel veel. En Jamie weegt ook niet zo
Dus ja, bijvoorbeeld mama is dan weer zwaarder natuurlijk. Dus daar moeten we even rekening mee houden met gewicht. Maar omdat we op het harde voornamelijk blijven, één pad is dan misschien net iets zwaarder. Maar is het allemaal wel goed te doen. Dus we gaan even Mark klaarmaken. En dan gaan we de menwagen erachter zetten en dan gaan we lekker mennen.